garage, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd voordat u weer naar Spanje rijdt. Sinterklaasje, kom maar even bij ons aan en laat uw paardje maar buiten staan. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Kom maar even bij ons aan en laat uw paardje maar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even kijk, voordat u weer naar Spanje rijdt. De plaatsje, kom maar even bij ons aan en laat uw paardje maar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want we zijn geen stoute kinderen bij. En we mama, wat ben ik blij! Wat ben ik blij hier eindelijk geraakt zijn. En was dit even spannend, zeg, meisjes en jongens. Hallo allemaal. Wij zijn echt blij dat we toch hier op tijd geraakt zijn. Want in deze drukke periode voor ons moet alles heel stipt en nauwkeurig gebeuren. Want we moeten overal op tijd geraken, hè? Ook bij jullie. Maar vandaag was er toch een klein misverstandje in heel ons werkschema gekropen. Gelukkig hebben we hier en daar, ja, ik durf niet zeggen aan welke Piet dat we de schuld moeten geven, maar gelukkig hebben we hierbij toch extra hulp gekregen van de dierentuin. Want daar waren we eerst terechtgekomen. Maar het hele verhaal zal ik zelfs wel vertellen in de zaal. Maar je kan het zien, we zijn met een jeep, de Jungle Jeep, en speciale nog dierenverzorgers naar hier gekomen. Hè. En er zijn zelfs nog enkele dieren mee naar hier geslopen. Oei, 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 die zullen jullie straks terug mee naar de zoo moeten nemen. Maar we zijn zo blij dat we hier in de school zijn gekomen. En, oei, Pieter, kijk eens. Ik zie daar precies toch enkele kleine en grote deugen niet. Kan dat? Is dat? Maar als ik helemaal rondkijk naar jullie allemaal, zie ik toch vooral flinke en veel brave kinderen. Maar voor alle zekerheid ga ik toch eens in mijn boek kijken. Piet, hou je mijn stap eens even vast. Ik ga toch eens in mijn boek kijken, hè. En Pieten, het klopt hier, hè? Kijk maar mee. Hier zijn echt veel... Oei, nee, luister, waar. Hier zijn echt geen echte stoute kinderen. Dat is toch mooi, hè, Pieten. Dat is toch mooi, dat verdient een applausje voor al die kinderen, hoor. Ja, dat is prachtig van jullie. En je weet ook allemaal, de voorbije nachten hebben wij in alle klassen de pakjes al gaan klaarleggen voor jullie. Allemaal. Maar straks komen we nog wel eens eventjes in alle klassen van het vierde, het vijfde en het zesde leerjaar. Maar, Pieter, ik ben benieuwd naar...
naar al die andere kinderen, de kleuters, en 1, 2, 3, wat zij voor ons in petto hebben in de zaal. Het feestje in de zaal. Willen we het feestje laten beginnen? Ja!